Vandaag geef ik Jan-Jaap van der Wal een lift. We praten over mannelijkheid, macho reflexen, zijn nieuwe rol als vader en hij verklapt de intromuziek van zijn nieuwe show. Zo. Jan-Jaap van der Wal. Ja, zeker wel. Aangenaam. Helemaal. Chris ook. Drie dingen. Ten eerste, een nieuw programma, een vierdelige serie over technologische ontwikkelingen en de invloed op mens en maatschappij. Control-Alt-Delete. Daar wil ik het met je over hebben. En je zit in de jury van de Vlaamse versie van Slimste Mens. Ja. En je bent in België een imperium aan het opbouwen. BV. Een BV. Je hebt bij ons BN'ers. En daar heten het BV's. Oké. Ja. Daarover meer. Ik heb je ook gevraagd drie nummers uit te kiezen die jij op dit moment of misschien al zelfs heel lang tof vindt. Ja. Heb je een nummer in je hoofd waar je mee wil beginnen? Of zeg je, het is mij om het even? Het is mij om het even, maar nu we het toch over Vlaanderen gehad hebben. Ja. Heel kort. Ja. Denk ik dat we met Tour is Lem Sien moeten beginnen. Mm-hmm. Dat is een Vlaamse hiphopper. Mm-hmm. En dat is een poëet. Ja. Kijk, de Nederlandse hiphop, de Nederlandstalige hiphop wordt toch een beetje gekenmerkt door jonge jongens die vertellen hoeveel geld ze verdienen. En wat ze er allemaal mee doen. Waar toch een grote creatieve armoede uit blijkt. Maar deze jongen is een poëet. En dat vind ik te gek. Oké, okay, let's go. Deze nacht. De klok slaat in mijn nacht. Vloer brandt in het licht van de lantaarn. Volledig vrij van zorgen en angst. Weet onze lieve vrouw wacht om ons. Er in stegen en straten, dat de binnen ons maar vervolgen. Want we willen toch nog niet naar ons gaan, nee, nee. Soms krijg je het cadeau, dat moet uitpakken. Laat de magie van mijn knie ontsnappen. Al was te bezwonen zijn. Bring de nacht tot de bodem en nog wat. Zing met de mensen, daar mag ze blij. En nu het refrein is van Wannes van der Veld. Ik wil deze nacht in de straten vervolgen. De nacht van de stad maakt mijn ziel amoureus. Alleen ik geen geld op. Maar wat jij zegt over de recent populaire hiphop, zo dat ik het zo zachter doe. Textueel vind je het niet sterk, begrijp ik. Nou ja, als ik het al versta, dan, dan gaat het toch voornamelijk over. Maar nu chargeer ik natuurlijk, hè, maar het is toch een beetje jezelf laten zien. Ja. En dat is ook een kant van de hiphop. Ja. Alleen als je naar hem luistert of je luistert naar Typhoon, dan lijken toch jongens die al iets meer verwerkt hebben in het leven, zal ik maar zeggen. En een iets diepere laag weten aan te boren. Maar laten we Control-Alt-Delete hebben. Control-Alt-Delete, ja. Dat gaat eigenlijk, vind ik ook, beduurd een beetje voort op je laatste show. Dystopia. Ja, klopt. In die zin van de technologie met zo'n snelheid vooruit. Dat we op moeten letten wie er binnenkort nog aan de knopjes zit. Ja. Klopt dat? Nee, het gaat over de toekomst. Over wat er allemaal gaat kunnen. Mm-hmm. En ik denk dat we langzaam op het punt zijn dat alles waarvan je denkt... Ja, maar dat gaat dat echt kunnen? Ja, dat gaat kunnen. De wetenschap is ongelooflijk ver. Ja, maar noem even twee concrete dingen waar je denkt van dit gaat echt problemen leveren. Waar ik wel echt van geschrokken ben, is het feit dat je nu gewoon je DNA kunt herprogrammeren. Mm-hmm. En dat heeft ongelooflijk mooie dingen in zich. Dus je kunt een gen voor borstkanker of zo, of dat soort dingen, dat kunnen ze op termijn er allemaal uithalen. Waardoor de kans kleiner wordt, of misschien wel nul. Ja. Maar ja, het heeft ook in zich dat mensen straks gewoon... Ja, de designer baby, dus dat je gewoon gaat bepalen de kleur ogen en allemaal dat soort dingen. En ja, die glijdende schaal, daar waarschuwt het programma wel een beetje voor. Ja, je zei ook in een recent interview daarover dat juist onvermaaktheid is juist het mooie. Ja, en nogmaals, als je kunt voorkomen dat iemand ernstig ziek wordt, moet je dat altijd doen. Dus laat dat duidelijk zijn. Is het juist makkelijk of moeilijker om te zeggen van volmaaktheid maakt ons juist mooi? Of onvolmaaktheid maakt ons mooi, als zoals jij een hazellip hebt? Ja, dat is heel moeilijk om te zeggen. Maar dat is wel uiteindelijk, at the end of the day, is dat wel wat het is. Ja.
Want als Arie Boomsma het zegt, denk je toch van ja. Maar je hebt het wel goed voor elkaar. Arie Boomsma. Nee, maar Arie Boomsma heeft weer andere problemen. Maar de onvolmaaktheid, daar zit een soort kracht in. Dan moet je werken, dan moet je op je intuïtie gaan varen. En intuïtie is iets wat robots natuurlijk niet hebben. Ja. Maar dat soort vragen stellen we in het programma. Ja, en ook de vraag dat we voor God gaan spelen en dat eigenlijk al lang doen. Ja. We komen op plekken waar we eigenlijk fysiek niet zijn. Ja. We scheppen iets uit niets. Ja, je kunt uit een urinecel kun je straks een eicel maken en dus een kind. Dus ja. Je kunt vanuit je pis een kind maken. Maar ik ga nu iets, misschien, ik hoop niet dat je je daardoor beledigd voelt. En dat je uitstapt, maar jouw vrouw is altijd heel open geweest over haar zwangerschap. Ja. Jullie hebben ook een ziekenhuistraject doorgelopen. Is dat, waar begint dan zeg maar, wanneer zeg maar medische assistentie oké? In het geval van voortplanting? In het geval van het koesteren van onze wens naar geslacht? Als je het over IVF en zo hebt, dan... Dat is voor een heel groot deel onnatuurlijk. Mm-hmm. Alleen dat de manier waarop het kindje verwekt wordt, is uiteindelijk wel hoe de natuur het ook zou doen. Alleen je helpt de natuur een handje. Ja. Maar goed, je hebt gelijk. Je zou kunnen zeggen, ja, het lukt niet, dus we doen het niet. Maar de mogelijkheid is er om het wel te doen. Alleen ik vind in dat gegeven gaan knippen, dat vind ik dan nog wel een stukje... Een stukje heftiger, een stukje verder. Ja. Maar dat klopt. Dus voor een deel hebben wij daar ook gebruik van gemaakt, van die techniek. Toen mijn vrouw en ik bezig waren een kindje te krijgen, duurde het ook erg lang. En toen het ziekenhuis sprake kwam, toen had ik een soort macho reflex. Dat ik zei van, dat onmacht gaan we niet doen. Nee. Nee, ja, dat herken ik, ja. Het is de natuur. En opeens, jij moet toch vanuit de biologie de man zijn die zijn zaad rijkelijk over de wereld verspreidt. En dat dan opeens zo moet, dat kan ik me voelen. Ja, dat had ik ook, ja. Dat je je toch een beetje minder man voelt. Ja. Alleen als het kindje er is het bij jou gelukt? Ja. Nou, dan je hebt het in je armen. Ik neem aan dat het van mij is. Ja, hè? Ja. Ja, dat kun je straks dus allemaal gewoon binnen no time kun je dat checken. Even zo'n pipet erin en dan... Ja, appje, QR-code. 20% match. Ja, precies. Nee, maar dan heb je het in je handen en dan is het er. En dan is het dan heb je je mannelijkheid ook meteen weer terug, hoor. Ja, absoluut. Ik ga het tweede nummer aanzetten. Zullen we die London Grammar doen? Ja. Kijk, ik ga nu een show doen in België. Die heet Schoon, vanaf januari. Mm. En ik ben een beetje aan het schrijven en zo. Maar ondertussen ben je ook na aan het denken over decor. En over je poster. En over een openingsnummer. Dat is altijd heel belangrijk. En dit, daar wil ik het even op jou testen. Dit nummer van London Grammar, Bones of Ribbon heet het. Wil ik misschien gebruiken als openingsnummer. Oké. Okay. Even Matthijs van Nieuwkerkstijl. Zaal is donker, licht gaat dimmen. Zaal is donker, licht gaat dimmen. Het is niet... Up-tempo, maar toch weer wel. Ja. Het is een beetje dreigend. Jij bent er klaar voor, je neemt nog een laatste slok drinken. De muziek speelt. Ja, maar inderdaad een beetje donker. En dan licht wat langzaam opkomt. De zaal ligt langzaam uit, zo. Mensen denken, wat gaat er gebeuren? Licht op de microfoon. Lange intro wel, hè? Dat kan. Misschien iets met een gaas doen waar ik dan achter sta. Zie je
silhouet. Ja, daar ligt op. En dan ligt het langzaam zo opkomt. Ik kom nu op. Ja, het bouwt nu wel op. Dus nu in het volle licht. Nu langzaam vol licht aan. Ze zien jou, hè? En nu oplopen. Ja, het kan wel, toch? Ik vind het vet. Ik vind het echt heel vet. Ja, cool. En als jij een beginnend comedian was, zou ik zeggen van... Je bent nu wel heel heroïs bezig. Ja, maar nu kan het. Maar nu is het gewoon, je hebt 20 jaar achter de rug, zoals je al zei. Ja. Ik zeg doem. Ja, hè? Ik zeg doem. Ah, er is iemand die een kind heeft met één arm, denk ik. Hallo. Dankjewel. Thanks, man. Hier, dus een meneer die heeft geen werk en hij moet 2 kinderen voeden. Ik zou blij zijn met een kleine tik of een etensbon. Etensbon heb ik niet bij me. Ik heb mijn zijn ook op. Ja? Alsjeblieft. Dankjewel. Ik krijg dat geld wel van je terug, toch? Zometeen. Ja. Oké. Okay. Derde nummer. Ja, dat is Thou Shalt Always Kill. Thou Shalt Always Kill van Dan Lesak versus Scroobius Pick. Dit nummer is, heeft, de tekst daarvan is zo goed, vind ik. Leg eens uit. Ja, Thou Shalt Always Kill betekent, ja, je moet het altijd, je moet killen. Dus je moet je waar maken. Shinen. Ja. Dus niet iemand omleggen, maar shinen. Ja. En het geeft een soort levensregels, somt het op in het nummer. Ja. Met andere woorden, neem het allemaal niet te serieus. Ja. Maar het begin van het nummer, daar zitten een aantal geweldige dingen in. Dus waaronder... Don't use art or poetry or music to get into girls' pants. Use it to get into their heads. Vind ik een hele goeie. Ja, daar heb je langer plezier van. Ja, hè? Ja. Thou shalt not steal if there is a direct victim. Thou shalt not worship pop idols or follow lost prophets. Thou shalt not take the names of Johnny Cash, Joe Strummer, Johnny Hartman, Desmond Decker, Jim Morrison, Jimi Hendrix or Sid Barrett in vain. Thou shalt not think any male over the age of 30 that plays with a child that is not their own is a paedophile. Some people are just nice. Thou shalt not read enemy books. Thou shalt not go into the woods with your boyfriend's best friend. Take drugs. Ja, dat is toch wel goed, hè? Ja. Zo'n nummer schrijven. Maar het is ook wel heel erg zo kill your idols en... Ja, het is een beetje... Het is ook wel Brits. Maar het is, ja, nee, ik vind het wel te gek. Oké. Okay. Nou, Jaap. Ik ben er weer. Merci. Ja, graag gedaan.